Welkom bij Readings by Daily. Ik ben Daily Coffee, coach en intuitive reader. En we hebben allemaal wel, als we in de tweelingzielenreis zitten, dat er een moment komt dat je denkt van, ik ben er klaar mee. De een heeft zoiets van, ik geef het op, ik ga geen tijd en energie meer erin besteden, of aanbesteden. De ander heeft zoiets van, ik doe alsof het niet bestaat. De ander kiest bewust vanuit liefde, ik ga verder met mijn leven tot hier en niet verder. En laat de ander in de waarde. Ja, wat heb je nog meer? Je blijft het contact wel aanhouden, maar je investeert daar niet zo heel veel tijd en energie meer in zoals voorheen. Kortom, er komt een moment in je tweelingzielenconnectie dat je eigenlijk de energie terug wil halen. Overigens gebeurt dat in elke relatie waarbij het niet helemaal gaat zoals je wilt. In de tweelingzielenconnectie is het wel heel vervelend. Dan kan je nog steeds wel te maken hebben met een tweelingziel die je vooral energetisch aan je trekt en zuigt, noem ik het altijd. Dat kan in de vorm zijn van dat de ander nog steeds hetzelfde gedrag vertoont wat hiervoor ook gebeurde. En waar jij zoiets van hebt van, goh, gaat het nog een keer veranderen? Het kan best zijn dat jij en je tweelingziel geen contact met elkaar hebben, of dat wanneer jullie in ieder geval geen contact met elkaar hebben, maar toch wel on speaking terms zijn. Alleen, ja, jullie spreken elkaar niet regelmatig, of het is heel kort. Maar goed, tussen de periodes doordat je elkaar spreekt, dan voel je de ander heel erg energetisch trekken. Je kan ook te maken hebben met een tweelingziel die ja, toch wel op een hele vervelende manier om aandacht vraagt. Het kan zijn letterlijk door contact met jou op te nemen. Of hints, hè, die je dan mag gaan interpreteren van wat hij of zij daarmee bedoelt. En als je daar dan op reageert, dan vervolgens krijg je weer de non-silent treatment. En zo zijn er allerlei situaties en scenario's wat ik verder nu niet ga bespreken. Maar waar het om gaat is, je hebt op dit moment dan voor jezelf besloten. Ik trek mijn energie terug, want de ander heeft werk aan de winkel, die mag wat doen. En ja, hoe overbrug je zo'n periode? We gaan even hier naar kijken. Ik ga helemaal freestylen weer. Ik werk vandaag ook alleen maar met Nederlandse orakel en tarot decks. Dus ik ben heel benieuwd wat eruit gaat komen. Allereerst hartelijk dank aan al mijn abonnees. En als je nog niet hebt gedaan, abonneer je op mijn YouTube-kanaal. Ik kijk er naar uit om de 18e van deze maand weer een giveaway te hebben. Ik heb elke 18e van de maand geef ik een reading weg. Daarvoor is het wel belangrijk dat je geabonneerd bent op mijn YouTube-kanaal. Daarnaast, iedereen die dit kanaal steunt door middel van een PayPal-donatie of via tikkies, hartelijk dank daarvoor. En iedereen die lieve comments plaatst onder mijn readings. Ik probeer zoveel mogelijk te reageren. Ik moet nog reageren op heel veel van jullie. Dus dat komt allemaal goed. Ik probeer altijd op alles te reageren. Tenzij het echt niet meer gaat. Maar goed, dan kondig ik dat ook gewoon aan. Daarnaast, als je me nog niet volgt op Instagram, daar ben ik het meest actief. Daar post ik elke dag kaartjes in mijn story. En op 21 december 2020 houd ik een hele grote, mooie collectieve cleansing, waarbij we onze energiecentra gaan reinigen. Wil je daaraan meedoen? Alle informatie vind je onder deze reading. Hoe je kunt aanmelden, waar je kunt aanmelden. Ik heb van twee van jullie een bericht gehad over het bedrag. Want de cleansing heb ik qua bedrag heel laag gehouden. Omdat ik graag wil dat er zoveel mogelijk mensen daaraan zouden kunnen meedoen. Vergis je niet, de cleansing is heel krachtig. Dus denk niet van, oh, het is maar 18,18 euro, 18, dus het zal wel niks voorstellen. Nee, de cleansing gaat sowieso heel krachtig zijn, omdat wij een energienetwerk met elkaar gaan opzetten. En daardoor komt er een heel mooi energieveld vrij van hele krachtige energieën van alle aanwezigen. En dat ondersteunt en versterkt als het ware de cleansing. Ik ga extra aandacht besteden aan het hart, de keel en de tweede chakra, de sacrale chakra. Wat te maken heeft met spreken, met beminnen en met voelen. Daarnaast komen ook nog alle andere chakras aan bod. Wat ik dus al vertelde, twee van jullie hebben wat aangegeven. Als je gaat afrekenen, dan wordt er volgens mij nog 2 euro nog wat in rekening gebracht. Dat zijn de servicekosten van de ticketservice. Als je op ticket kopen klikt, of ticket bestellen of ticket kopen, dan zie je dat heel mooi gespecificeerd staan van waar die 2 euro is of hoe die 2 euro is opgebouwd. Maar ik vraag in ieder geval 18,18 euro voor de cleansing. Aanmelden dus via de link die onder deze reading te vinden is.
Daarnaast wil je een persoonlijke reading helemaal afgestemd op jouw energie of die van jou en je tweelingziel om deze mooie maand december, maar vooral dit jaar af te sluiten. Dan ja, boek je reading bij mij. Oké, let's begin. We gaan even kijken naar wat heeft geleid tot jouw beslissing. Wat mogen te weten komen voor over de zielen? Het zijn er drie. Wauw. Wat heeft geleid tot jouw beslissing om je terug te trekken? Dat is eigenlijk de vraag. En onderkant dekt universum. Ik wil nog even twee kaarten op de vijf van pentakels. Twee keer 8, meeste getal 88. 3 keer 8, 1, 2, 3, 8, 8, 8. Wauw. En onderkant dek is de Ace of Swords. Dus, wat heeft geleid tot de beslissing die je hebt genomen om, om je tijdelijk terug te trekken of te stoppen met de connectie. Of althans niet meer zo te investeren zoals je dat hiervoor hebt gedaan. En dat heeft te maken met een aantal veranderingen die hebben plaatsgevonden. En die veranderingen die zijn het gevolg van machtsspelletjes die werden gespeeld. En deze machtspelletjes die werden gespeeld, ik noem het even machtspelletjes, maar het kan ook gewoon zijn dat iemand zo reageert omdat de ander niets anders kent. Hè? Want zo heeft de ander de zaken in controle. Daar ging het om. Het heeft echt te maken met de controle kwestie. Het heeft te maken met de controle kwestie omdat één van de twee of jullie beiden, kijk eens aan, de tien van zwaarden, één van de twee of jullie beiden... die vinden deze connectie heel heftig. En door je niet kwetsbaar op te hoeven stellen, wat je dan gaat doen, is dan ga je heel erg in de controle zitten. Heel erg in de macht, in de power. En de reden waarom je tweelingziel dat heeft gedaan, is omdat eigenlijk zijn ze een soort van gevangen in angst. Hè? Ze weten niet zo goed wat ze met de connectie moeten. Ze weten niet zo goed wat ze met hun gevoelens aan moeten. Leven nog heel erg in de 3D. Dus heel erg gericht op het oppervlakkige, op geld verdienen, op status, op wat nog meer. Ook weer controle. Maar vooral het materiële. Als het materiële maar allemaal op orde is, dan kunnen ze... In ieder geval uitstralen naar de buitenwereld toe dat ze alles op orde hebben. En dat verbloemt dan ook de werkelijke gevoelens die zij, hij of zij, hè, dus die zij, de tweelingzielen, voor jou voelt. Of voor jou voelen, voor jullie voelen. Hè. Meeste getal 8 plus 8 is 16, dat maakt 7. En 7 is weer een heel spiritueel nummer. De maand december heeft ook als trilling nummer 7. En 3 keer 8 maakt 6. 6 is het getal ook van de liefde. Hier ligt ook 1, 2, 3. Dus er is een cyclus gaande. Er is een proces gaande wat te maken heeft met het erkennen, herkennen... van de connectie. Een stukje ontwaken komt hierbij kijken. Een einde. De dingen die zij voelen, die ze niet kunnen plaatsen of niet willen plaatsen. Ik heb het idee dat een aantal van hun echt nog gewoon, hè, zoals je bewust bekwaam hebt, dus onbewust bekwaam zijn. Dat betekent dat ze nu pas, ja... doorkrijgen van wat dit nu misschien zo mogelijk zou kunnen zijn. Hoe komt dat nou dat ze maar zo ja, zich aangetrokken voelen tot jou? Dus ze komen nu een beetje tot de conclusie van dat het eigenlijk best wel een hele speciale connectie is. En het is een beetje ja, buitenaards wil ik bijna zeggen. Dus het is niet iets van deze tijd, niet iets van het aardse van wat ze gewend zijn. En
dat zorgt ervoor dat ze eigenlijk nog meer angstgevoelens hebben en nog meer gaan rennen en nog meer gaan schuilen. Want ja, wat moeten ze allemaal met die emoties waar ze niks mee kunnen, hè? Voor hun gevoel? Want ja, misschien pas je ook helemaal niet in dat plaatje van wat zij voor ogen hebben van hoe hun leven eruit zou moeten zien. Of zijn ze daar misschien ook nog helemaal niet klaar voor? Hebben ze dat idee dat ze er helemaal nog niet klaar voor zijn, omdat ze graag nog ja, succesvol willen zijn in het leven, graag nog heel veel geld willen verdienen? Ik weet niet, het is die financiële en materiële veranderingen. Het kan ook best zijn dat jouw tweelingziel getrouwd is of in een relatie zit, maar deze relatie gaat op dit moment dan niet goed. En ondanks dat is het voor hun veiliger om in een slechte relatie te blijven dan voor zichzelf te kiezen. Deze kaarten gaan ook over jouzelf. Als ik hem betrek op jou, jij hebt je op dit moment emotioneel teruggetrokken. Daar heb je voor gekozen. Dit is een beslissing geweest, ofwel overwogen of naar aanleiding van iets wat er is gebeurd in het verleden. En wat te maken heeft met dat jij ook geen grip had op de situatie. En je hebt zoveel stress gehad, zoveel angstmomenten ook gekend, maar ook zoveel verwarring. Dat je je niet vrij voelde. Je voelt je als het ware echt letterlijk vastgezet. Letterlijk een gevangene. En door dit gevoel was er een soort van strijd innerlijk bij jou tussen je ego en je ziel. En door wat jouw tweelingziel heeft gedaan of nog steeds doet, schakel je steeds van letterlijk het beest naar wat is dit? Een heilige man, een wijze man. Dus je bent steeds bezig geweest om met het beest in jou, de ego, te temmen. En dat is jou op een gegeven moment gaan opbreken. Want elke keer als jij geconfronteerd werd met ego-stukken, ging je daaraan werken. Alleen je zag bij je tweelingziel, zag je daar geen verandering in. En jij bent nu op het punt gekomen van dat je zoiets hebt van oké, ja, wij zijn elkaar spiegels. Ik ben nu genoeg gespiegeld. Ik wil dat er verandering komt in hetgeen wat ik zie, in hetgeen wat ik ervaar. Want ik verdien gewoon iets beters. Ik verdien gewoon om vrij te zijn. Want deze connectie heeft jou tot nu toe niet echt het gevoel gegeven van vrijheid. Omdat je steeds over en weer geslingerd werd tussen de innerlijke strijd die je met jezelf had. Dus te kiezen tussen ziel en tussen ego. En daarnaast wat jouw tweelingziel aan jou steeds laat zien. Wat jou ook nog eens een keer in verwarring heeft gebracht. Of dat het je heel angstig heeft gemaakt ook. En met name de angst om de ander te verliezen. Neem even een stokje. Maar ergens is er ook een angst dat je denkt dat jouw tweelingziel nooit verandert. En dat is dan de reden voor als je dan wel hebt opgegeven dat je zoiets hebt van ik geef het op, ik kap ermee, ik wil het niet meer. Ja. Naar de toekomst toe weet jij ook al dat jullie zijn een spirituele eenheid. Jullie zijn al in eenheid met elkaar en dat weet jij ook. Alleen dat weet hij of zij niet. Maar goed, dat is het conflict wat nu plaatsvindt bij jullie beiden tussen het aardse en het niet-aardse. In essentie weet je dat jullie voor elkaar zijn gemaakt, dat jullie bij elkaar horen, dat jullie ook bij elkaar zullen komen als jullie daarvoor kiezen. En als jullie allebei voldoende tijd en aandacht besteden aan het in balans brengen, in harmonie brengen, vind ik altijd een mooier woord, van het ego-stuk en het niet-ego-stuk. Daar zit gewoon zoveel winst op te behalen. De universum ligt hieronder. Dat is een einde, maar ook een nieuw begin. En wat ik heel mooi vind, is de aas van zwaarden ligt hier. Een zegevierend succes. Dus weet je, het feit dat jij nu hebt opgegeven, of het feit dat je hebt gezegd van nou, ik ben er klaar mee, of het feit dat je zoiets hebt van tot hier en niet verder, ik laat jou in liefde achter waar je bent gebleven, ga maar lekker aan jezelf werken, ik spreek jou wel weer, is een hele mooie beslissing. Ook al heb je opgegeven, dan nog eens een hele mooie beslissing. Want zowel bij opgeven of je laat iemand in zijn waarde en vanuit liefde ga je verder, dan ga je in overgave. En dat zorgt dus voor succes in de connectie, wat het ook mag betekenen voor jou. Ik wil toch heel even kijken naar die emotionele terugtrekking.
Want ik heb het idee dat jullie dat beide doen. En de een doet het uit bescherming. Zien jullie beide. Ik heb het idee dat jouw tweelingziel het uit bescherming doet. Wat mogen we te weten komen over de emotionele terugtrekking? En jij doet het meer omdat je, ja. Ja, je bent er letterlijk klaar mee. Je bent klaar met geven en investeren en emotioneel beschikbaar zijn en zoveel. Ja. Je bent daar een beetje klaar mee. Oké. Kijk. Je hebt twee negens, dus je hebt meeste getal 888 en daarnaast heb je twee negens. Oké, dit is de negen van staven en dat is hoe jij nu in de onder ligt. Hier de onder ligt weer de keizer en de keizer ligt daar ook. Zeg ik dat goed? Is dat de keizer? Nee, is niet de keizer. Dit is strength kaart, de krachtkaart of de machtkaart, de strength. En dit gaat de kaart van Leeuw. Dus misschien ben jij Leeuw of je hebt te maken met een tweelingziel die Leeuw is. Overigens, elke keer als ik een sterrenbeelden aangeef, betekent dat niet dat het dan niet over een ander sterrenbeeld kan gaan, hè? Ik zeg gewoon een sterrenbeeld wat hier ligt. Als je niet met een Leeuw te maken hebt, kan ook een vuurteken zijn. En als je tweelingziel geen vuurteken is, maar deze reading resoneert wel, dan is het ook prima. Maar ik geef gewoon even de tekens aan, de sterrenbeeldtekens die hier liggen. Dus dit gaat over kracht, innerlijke kracht met name. En het managen van het ego-stuk, het stuk van controle en in overgave gaan. En dat is wat je ook hier ziet. Dat is ook wat je hier ziet liggen. Dat is de negen van staven. Eén van de twee of jullie beiden zijn heel erg op jullie hoede. Jullie zijn als het ware een beetje guarded. Dus ja, je verdedigt als het ware heel stellig. Waar je in gelooft en waar je voor staat. Want je bent al heel ver gekomen. Je hebt ook al heel lang gestreden. Hè? Dit proces gaat al een tijd zoals het gaat. Alleen ja, het schiet gewoon niet op. Want de stappen waarvan jij verwacht dat ze. Of althans de stappen waarvan jij verwacht dat jouw tweelingziel die zou maken. Ja, dat is niet gebeurd. Je staat maar te wachten en te kijken. En. Je bent er ook een beetje klaar mee om weer van die slapeloze nachten te hebben, of te dromen over je tweelingziel, of gewoon stress te hebben van het feit dat er geen vooruitgang is. En, wow. En als het om jouw tweelingziel gaat, ja, die is ook die is keihard aan het vechten, joh. Die wil het liefst niet dat allemaal voelen wat hij voelt. En die is echt bij zichzelf aan het kijken en aan het nadenken van ja, is dit wel wat ik allemaal wil? Wil ik het nog wel met hem of haar? Want het is best wel uitdagend, uitputtend en moeilijk allemaal. En het duurt ook allemaal zo lang, hè? Waarom duurt het allemaal zo lang tussen mij en hem of mij en haar? Weet je, waar gaat het allemaal over? En ja, die heeft er ook slapeloze nachten van. Maar goed, naar de buitenwereld toe, dan laten ze gewoon een hele. Ja, een hele. Het is gewoon een masker die ze op hebben. Een hele sterke masker. Dat is wat ze laten zien. Oké, die spirituele eenheid die in de positie ligt van wat er nog komen gaat. Wat mag ik te weten komen over deze spirituele eenheid? Waarom liggen deze kaarten hier in de toekomstpositie? Dus dat zegt eigenlijk dat het wel goed gaat komen met jullie als jullie daarvoor kiezen. Oh, ik wilde deze. Kijk, ik praat steeds over de keizer. Wauw, kijk eens aan. Het oordeel, die Ace of Pentacles met die. Dat is dan wel weer jammer. En de onderkant is de Ten of Pentacles. Dus uiteindelijk komt het goed. De Divine Masculine gaat een wake-up call krijgen. Die gaat echt wakker worden. Die gaat echt. Ja, dat de toren niet is gevallen. Even kijken wat ligt hier. Kijk, mooi, de zes van staven. Die gaat echt, ik weet niet, ik denk altijd in beelden. Dus ik zag iemand met een hamer, boink. Die slaat zo op het hoofd van je Divine Masculine neer. Dus dit is echt hè, uit de dood herrijzen. Dus iets, hè, een nieuw leven inblazen in de commitment. Hè, want hij valt op de spirituele eenheid. En nou ja, de engel is langs geweest. Het is volgens mij Gabriel wat ik hier zie. Of nee, maakt eigenlijk niet uit. Of het is Raphaël, maakt niet uit.
De engel is hier geweest. Het kan ook trouwens Uriel zijn met het mooie gouden haar. Maar goed, de engel is hier geweest. En dit is de wake-up call. Hè? Dit is het. De persoon wordt wakker geschud. En er wordt aan hem gevraagd of aan haar gevraagd om in zijn keizer, in zijn emperor power, in zijn masculine kracht te gaan zitten. En dat te gaan doen wat hij behoort te doen. En dat is de man uithangen, of de vrouw kan ook, die jij nodig hebt in deze connectie. Om samen te investeren in de connectie. In een heel mooi nieuw begin. Want dat is wat jullie met elkaar gaan hebben. Dat vind ik wel heel mooi dat hij hier ligt. En dan maakt het niet uit wat er op jullie pad komt. Want ja, uitdagend zal het zijn en blijven. Maar goed. Dat is wel wat er nodig is, want dit is wat jullie willen bereiken, de Ten of Pentacles. Hoe mooi is dat dan? Dus ergens ligt dat helemaal hier in deze reading. Komt dat goed? Alleen op dit moment moet er nog iets worden afgerond om succesvol te zijn. En wat mogen jullie nog afronden? Wat mag er afgerond worden in deze connectie? Want jij hebt je niets voor niets teruggetrokken. En wat mag er afgerond worden? En jij hebt zoiets van, goh, gaat het ooit nog gebeuren? Gaat hij een keer wakker worden, die Oen? Kijk, de vijf van staven, de struggles. De struggles en de struggles. Kijk eens aan, aan de onderkant hebben jullie de twee van bekers. Iemand moet gewoon niet meer zo moeilijk doen. Weer de krachtkaart, zie je hem? Iemand moet gewoon niet zo moeilijk doen met de drie van pentakels. Ja. Iemand doet gewoon vervelend in deze connectie, of jullie beiden. En dat heeft te maken met dat er een eind aan moet komen aan de strubbelingen, de struggles in deze connectie. Kijk, jullie hebben twee keer dezelfde kaart. Kijk eens aan, het is ook deze kaart, de twee van bekers. Dus er mag echt een eind komen aan het gevecht wat tussen jullie plaatsvindt, wat met name te maken heeft met communicatie. Het kan ook te maken hebben met dat jullie echt niet op één lijn zitten qua visie, qua levensstijl, qua denkbeelden. Maar dat is de kracht van de connectie, hè? Waarschijnlijk is jouw tweelingziel in het extreme van wat jij niet bent. En weet je, zo vullen jullie elkaar aan. Alleen ja, op dit moment wordt het alleen maar gezien als een probleem, omdat de communicatie, de juiste communicatie ontbreekt gewoon tussen jullie. Iemand is gewoon bang voor de kracht van de ander. Zo'n gevoel heb ik. De een is bang voor de kracht van de ander. En ik denk dat jouw tweelingziel bang is voor jouw kracht. Omdat jouw tweelingziel die ziet waarschijnlijk van met in zijn ogen met wat voor gemak jij omgaat met bijvoorbeeld de tegenslagen van het leven. Of dat, hè, hoe je spreekt over dat je aan jezelf werkt. Of over hoe je spreekt over vertrouwen hebben in het leven. Hè? Want ik weet natuurlijk niet hoe iedereen en of iedereen aan zichzelf werkt. Maar dat je wel wat meer vertrouwd bent met het ritme van het leven. En erop durft te vertrouwen dat je gedragen wordt door het universum. Ja, als iemand nog steeds heel erg in het aardse leeft en zit, gaat hem of haar er maar van overtuigen dat het echt wel goed gaat komen. Dus ja, de struggles, zowel op fysieke level, maar ook als het gaat om de mind, dat is wat jullie mogen overwinnen met elkaar. Ik ga even kijken naar wat voor kleur ik jullie mee mag geven. Welk licht gaat jou helpen? Welk kleur licht gaat jou helpen in deze periode? Want je hebt in principe je beslissing genomen. En nu gaat het erom van, goh, wat gaat jou helpen om dit besluit, ja, om dit zo goed na te leven? Want nogmaals, ook als je geen contact met elkaar hebt, dan kunnen de tweelingzielen in energie enorm trekken en zuigen. En dan voel je hun gewoon. Maar goed, dan wordt er verder niks gecommuniceerd. Of als je wel met elkaar contact hebt, nou, dan kan het dus echt over hele onzinnige dingen gaan. Terwijl ja, je wil eigenlijk tot de kern komen, maar dat gaat ook niet. Of ja, hij of zij reageert niet. Of hij of zij die geeft je de silent treatment. Leest wel je appjes. Weet je, allemaal van die gekke dingen. Of jullie hebben al heel lang geen contact meer gehad. Wat gaat jou helpen? Wauw, oranje.
Koester jezelf. Dat vind ik gewoon heel mooi. Dat is ook nummer 7. Is trouwens van de tweede chakra, oranje, sacraal chakra. Die ga ik dus reinigen op 21 december. 21 december wordt echt fantastisch, dat weet ik nu al. Waarom? Het is die dag zonnewende, de winterzonnewende begint. Dus we gaan over naar een nieuw seizoen. De winter is het seizoen van de binnenkeren. Daarnaast gaan we over naar het Waterman-tijdperk. Dat is gewoon een hele andere energie. En ja, die dag is natuurlijk de planetaire standen, hè, met de Great Conjunction. Dus er gebeuren gewoon hele mooie dingen. Er gebeuren gewoon hele mooie dingen aan de hemel. En ja, op 14 december is natuurlijk de nieuwe maan voor een nieuw begin. En op 21 december, echt 7 dagen later, kun je alles nog meer kracht bijzetten. Wat ik wel heb gemerkt is dat wanneer je je energie reinigt, of wanneer je zaken in je energie reinigt en zuivert, dan is er weer ruimte voor nieuwe energie om te gaan stromen. En zo haal je ook alle blokkades in ieder geval energetisch weg. Dat betekent niet dat je niet meer aan jezelf hoeft te werken. Nee, het enige wat je doet is je maakt meer ruimte, zodat je sneller kunt gaan helen, zodat je echt het proces gewoon wat meer versnelt. En ja, weet je, wil je echt hiermee aan de slag, boek dan een 1-op-1 cleansing. En dan stem ik me helemaal af op wat jij nodig hebt. En op 21 december, dan volg ik de energie van het collectief. Dus je bent van harte welkom. Kijk eens aan. Oranje is koester jezelf. Ja, dat is heel belangrijk. Dat gaat jou helpen in deze. Dus als je voor jezelf zoiets hebt van, oké, dit zijn de afspraken die ik met mezelf heb gemaakt. Daar wil ik me aan houden. Wees lief voor jezelf, ook al wordt het soms verwarrend. Hè, want het kan heel verwarrend worden. Maar koester jezelf en heb jezelf in ere. Hou jezelf in ere. Wees ook lief voor jezelf. En roze is laat liefde toe. En dit kun je gewoon helemaal breed en ruim interpreteren zoals je wilt. Het kan zijn nieuwe liefde, of het kan zijn dat je op een andere manier naar je tweelingzielenconnectie gaat kijken. Dat kan natuurlijk ook. Of het gaat om zelfliefde. Oké, wat mag nog geheeld worden bij jou? Waar mag je van bevrijden, verlossen? Als het gaat om deze connectie. Ja, ik heb het echt te doen met de dames en heren die heel heftig over hun tweelingziel dromen. Dan moet ik zeggen, ik heb daar zelf geen last van. Godzijdank. Ik heb meestal voorspellende dromen. Dus als ik droom, droom ik heel helder. Heel vivide noemen ze dat mooi, toch? Maar als ik over mijn tweelingziel droom, meestal, dan is het omdat er echt iets heel ergs gaat gebeuren. En meestal is als we dan echt uit contact gaan met elkaar, dan krijg ik altijd een droom. En dan dat hij dan afscheid neemt of zo. Maar, of als er iets anders gaat gebeuren. Maar ja, ik ben niet. Ik heb nooit heb ik er eigenlijk gehad in de connectie dat ik dagelijks over mijn tweelingziel droom. Oké. Onderkant dek is harmonie. Daar heb ik het net ook over gehad. Hè. Dit gaat ook over macht, zelfvertrouwen, productiviteit. En dat is dus met name dat deel bij jou in harmonie brengen. Dus ego versus jouw spirituele kant, je ziel. Je ego gaat je gek maken. Je ego gaat jou laten reageren op alles wat de ander wel of niet doet. En dan met name dat je dan gaat twijfelen aan jezelf of aan de connectie. Houd daar rekening mee. Dat is echt ego en dat is echt controle en macht. En zodra je in overgaat en je gaat de connectie zien voor wat het is. En dan kan je meer berusten in dat het echt wel een spirituele eenheid is. Echt wel een spirituele connectie wat je hebt met je tweelingziel. Dus ja, die band zal nooit vergaan. Dus dan wordt aan jou gevraagd om dat te doen. Want zodra je dat wat meer in balans of in harmonie hebt gebracht, dan krijg je ook veel meer energie van. Dus dan word je ook productiever. En daarnaast, wauw, de brandende boom. Oh my god, het begin van iets nieuws. Ja, dat kan zijn, laat de liefde toe. Een nieuw begin met iemand anders in je leven. Het kan ook zijn, nogmaals, dat, hè, wat, dat is de wereldkaart ligt hier heel mooi. Dat er echt wel een doorbraak gaat zijn in de connectie, omdat jij je op deze manier hebt opgesteld naar hem of haar toe. En doordat je je op deze manier hebt opgesteld, wat ook de aanleiding is geweest dat je ervoor hebt gekozen om je emotioneel terug te trekken, ben je ook veel meer in staat om alles vanuit een andere manier te beleven. En veel liefdevoller dan hiervoor. En jij hebt nu helderheid gekregen. Je weet wat je wilt met de connectie. Je weet, hè, wat je eigen aandeel is in de connectie. Je weet wat je verwacht van je tweelingziel, ook al kan hij daar op dit moment niet aan voldoen. Je weet ook wat er nodig is, zodat jullie inderdaad een heel mooi nieuw begin kunnen hebben van iets nieuws. Maar je weet ook donders goed wat jouw grenzen zijn. En je durft jezelf veel meer en veel sterker uit te spreken en neer te zetten. Want ja,
Je hoeft niet genoegen te nemen met minder, hè? Koester jezelf. Wat voor advies kunnen we nog meer meegeven aan de lieverds die nu kijken? Wat hun gaat helpen in de connectie. Ja, er ligt overal een nieuw begin, hè? Er ligt een nieuw begin hier, er ligt een nieuw begin hier, er ligt een nieuw begin hier. Hier, de aas van zwaarden ook. Dus ja, weet je, kijk eens aan. Fantasie is de kaart die eruit komt als advies. En dat is, stel je een andere werkelijkheid voor. Stel jezelf toe om te dromen. Geloof in onbeperkte mogelijkheden. Nou ja, misschien moet je dat meer gaan doen. Meer je leven gaan visualiseren wat je voor je ziet. En visualiseren zonder daar... Laat ik het zo stellen. Ga het visualiseren. Krijg er een lekker gevoel bij. En laat het dan vervolgens ook los. Niet dat je er helemaal naar gaat leven. In die zin dat je elke dag bezig bent met de fantasie die je hebt gecreëerd. Want wat we vergeten is, als je gaat manifesteren en je gaat dat doen. Als er op een gegeven moment twijfel om de hoek komt kijken. Of er komt een andere vorm van innerlijke weerstand op spelen. Ja, dan jinx je als het ware je manifestatie. En dat zou gewoon zonde zijn. Aan de andere kant is het wel mooi een uitnodiging om echt naar binnen te keren. Want blijkbaar zijn de angsten dan toch aanwezig als het gaat om jouw fantasie. En dan heb je een hele mooie aanleiding om daaraan te gaan werken. Aan de angsten dus. Die bijvoorbeeld union met jouw tweelingziel bemoeilijken. Kijk eens aan, overvloed. Weer een nieuw begin. Zie je dat? Geniet van wat het leven je geeft. De bron is onuitputtelijk. Je zult zegeningen ontvangen. Ik denk echt dat een aantal van jullie door dat je deze beslissing hebt genomen, dit besluit, en dat je hem ook echt uitvoert, dat echt wel een soort van wake-up call gaat creëren bij je tweelingziel. Helaas kan ik niet vertellen wanneer dat is. Maar goed. Kijk eens aan, de kaart van de 21 ligt hier. En het is bijna 21 december. Ik geef nooit timing mee in mijn readings. Hè, want dan gaan mensen helemaal naar leven. Maar aan de andere kant staat 21 natuurlijk ook voor 2021. Dus die kaart ligt hier niet zomaar. En hij ligt ook nog eens een keer met de 1 hier, hè, als energie. Dus 1 staat voor een nieuw begin. En ja... Meld je gewoon aan voor de chakra cleansing op 21 december. Even promoten hoor. Nee, maar wat ik bedoel te zeggen is, weet je, 1 staat voor een nieuw begin. Dus ik denk in 2021 dat er hele mooie dingen gaan gebeuren binnen de connecties van de tweelingzielen in het collectief. Oké, even kijken. Wat voor kaartjes ga ik nog meer trekken? Ik denk dat ik ze gewoon allemaal ga doen. Hè? Ja, waarom niet? Oké, wat we nog een mooie engelenboodschap meegeven. Natuurlijk doen we dat, hè? Wat vinden jullie van mijn mooie draken? Ik vind dat echt fantastische kaarten. Echt die energie ook van die draken. Ach, man. Oh, het zet me aan het denken. En mijn vragen stel ik dan weer in mijn groep, zoals vanmorgen, dat ik de vraag stelde. Dat ik er zelf over na moest denken. En diezelfde vraag. Hè, dus dan lees ik de kaart en dan ging het over, even kijken, deze. Self-discipline will speed ascension and bring joy. Dat ik echt bij mezelf dacht van, oké, wat betekent dat voor mij, zelfdiscipline? En dan stel ik ook, die vraag heb ik ook in mijn besloten Facebookgroep gesteld. Want wat we vaak vergeten is dat juist vrijheid creëert, hè? Dus door gedisciplineerd te zijn op bepaalde vlakken in je leven, creëer je juist nog meer vrijheid. Maar goed. Dat is een vraag die je op verschillende manieren kunt interpreteren. Dat was mijn conclusie. En er waren bij mij inderdaad terreinen waar ik wat meer discipline in mocht hebben, inderdaad. Balans. Nou ja, we hebben het erover gehad, hè. Zaken in balans brengen. Heel belangrijk. En met name het ego-deel in jou versus ziel. Maar ook je tweelingziel heeft hiermee te maken. En daarnaast, wauw, nieuwe liefde. Oh my god, die kaart ligt hier ook, hè? Laat liefde toe. En jullie hebben 2 keer de 2 van bekers. Dus het kan best zijn dat er iets nieuws gaat ontstaan tussen jou en je tweelingziel. Of er komt iemand anders op je pad waar je heel, heel leuke tijd mee gaat hebben. Oké, goed. Ik had al een kleurde kaart genomen. Ja, ik ga nog even een paar kaarten trekken.
Dan hoop ik uiteraard dat je iets aan deze reading hebt. En als deze reading met je resoneert, geef het een thumbs up. En laat ook even een comment achter. Dit is een bonus reading. En ik zal ook nog even een tweelingzielen reading voor jullie posten. Een check-up, check-in. Wauw, omhelzing. Kijk eens aan, onderkant dek is transmutatie. Dus er is echt wel iets bezig hoor. Binnen het collectief, tweelingzielen collectief, maar ook in jouw tweelingziel zelf, gebeurt van alles innerlijk. Dus vind ik een hele mooie kaart. De omhelzing is wat mij betreft ook echt wel in elkaar opgaan. To merge, hè? Dus de zielen die in elkaar opgaan, de zielen die elkaar weer hebben gevonden, de zielen die hè? Dat is dit eigenlijk, die spirituele eenheid wat plaatsvindt. Ik heb het idee dat dat op dit moment echt wel gaande is in de energie. Dat jullie daardoor veel sterker elkaar ook voelen. Dat jullie veel meer in elkaar opgaan. Alleen ja, het vervelende is dan wel als de ander niet communiceert. Of als de ander niet mee wilt gaan in deze samensmelting van de zielen. Wat het proces alleen maar zwaarder maakt voor jullie beiden. Want dan komt de stress om de hoek kijken. Want je begrijpt elkaar niet. En angstgevoelens komen ook omhoog. Terwijl ja... Als jullie beiden, maar vooral je tweelingziel, zich gewoon hieraan toegeeft. En de gok of de stap durft. Ja, maar dat durven ze nog niet. Of ze zijn er nog niet klaar voor. Maar goed, iedereen heeft een eigen proces. Hoe kan jij dit proces helpen? Dat is door aan jezelf te werken. Je chakras te klinsen bijvoorbeeld. Meeste getal 33. Innerlijk bewustzijn. Ik ben helemaal alert en afgestemd op mijn waarheid, helderheid en innerlijke wijsheid. Ja, en dat is dus die Ace of Swords, de aas van zwaarden. En dat gaat jou helpen in dit proces. Afgestemd zijn op jouw waarheid, helderheid en innerlijke wijsheid. Dan kan het niet misgaan. En meeste getal 11. 11 praat of aardig praten tegen 11 praten. Aardig praten tegen mezelf. Als ik aardiger tegen mezelf praat, word ik bekrachtigd in mijn vaardigheid om in mezelf te geloven. En dit is eigenlijk een boodschap voor je tweelingziel ook. Vooral als hij het lastig vindt om of zij om zich over te geven aan de connectie. Maar dit gaat ook gewoon over jou. Als je wat aardiger praat tegen jezelf, word je bekrachtigd in jouw vaardigheid om meer in jezelf te geloven, maar ook in deze connectie. Laat je niet gek maken door het chatterbox in je hoofd. Weet je, op zo'n bepaalde momenten voel je gewoon misschien wel onzeker. Weet je niet meer of de ander nou echt om je geeft, et cetera, et cetera. Dat is gewoon heel zonde. Oké, ik ga nog één laatste kaart trekken. Nog twee eigenlijk. Oh, ik heb lekker alles door elkaar heen gegooid. Ik voel dat ik deze moet trekken. Nou. Oké, welke ga ik nemen? Ik ga even kiezen. Even omdraaien. I want to have a beautiful card. Kom maar op, deze. Ja. Die vind ik ook wel mooi. Oké. De zegening van vragen stellen. Oké. Dat is deze kaart. Oké. Onderzoek en herken overtuigingen die afkomstig zijn van irrationele angst. Vraag jezelf af, heb ik deze overtuiging nog steeds nodig? Als het antwoord nee is, vervang haar door een vertrouwensvolle, meer liefdevolle overtuiging. Zodra je dit doet, stromen er zegeningen door je heen. Bevrijd jezelf. Dat is dus deze kaart waar ik nu al een paar keer over heb gesproken. En de innerlijke strijd is zowel bij je tweelingziel als speelt maar ook bij jou. Vooral als hij of zij moeilijk doet of geen contact of, nou ja, weet je... En dit is dan de zegening van vragen stellen en onderzoeken van de overtuiging of die nou echt op werkelijkheid gebaseerd is. En een hele mooie vraag is dat om het te ranken, hè, van nou ja, op een schaal van 0 tot 10, hoe werkelijk is dat wat ik denk? En aan de andere kant ook tegen jezelf te zeggen van ik heb deze gedachte, ik ben niet deze gedachte. Dan kun je afstand creëren tussen jou en de gedachten die je hebt. Tot slot. We gaan nog een godinnenkaartje meegeven. Namens mij. En mijn informatiebronnen. Ja, ik heb vandaag weer allemaal mensen gesproken. En vond ik zo lief dat ze dan compliment geven aan mij. Voor wat ik allemaal doorkrijg. En...
podcast nog even aan het praten. Wat ik allemaal doorkrijg. En ik krijg ook heel vaak de vraag van of mijn readings met mij resoneren. Nou, het antwoord is nee. De meeste van mijn readings resoneren niet. En als het er wel resoneert, is het meestal een heel klein gedeelte. En dus namens mij en de personen, of het zijn geen personen, de entiteiten vind ik ook altijd zo zwaar. Maar laten we zeggen, namens mij en het licht wat ik dien, dus het zuiver kanaal wat ik ben en de informatie die ik krijg van de creator, heb ik een hele mooie godinnenkaart, godinnenenergie, die ik aan jullie wil meegeven. Mag ik één kaart alsjeblieft? Wat past ook in deze situatie? Heel mooi. Kijk eens aan. De eerste kaart is Mave, is cycli en ritmes. Heel belangrijk. Ja? Respecteer de cycli van je lichaam, je energie en je gevoelens. Heel belangrijk. Alles heeft een begin en een eind, maar respecteer echt wel jouw eigen ritme, je energie en je gevoelens. En als je merkt dat iets niet lekker gaat in je leven, verander je energie en je verandert je leven. Heel vaak als je bad vibes voelt, kijk ook even bij jezelf of het niet dingen zijn die je eigen energie bijdragen. Ook als het gaat om deze connectie, reinig je energie, werk aan je energie en dat voorspoedigt echt wel in ieder geval union of dat jouw tweelingziel zich op een andere manier gaat opstellen in de connectie. Fijngevoeligheid. Je wordt steeds fijngevoeliger. Vermijd ruwe relaties, omgevingen, situaties en chemische producten. Heel belangrijk. Je fijngevoeligheid is echt heel belangrijk om hier aandacht aan te besteden. Dit is ook hier, hè. Respecteer de cycli van je lichaam, je energie en je gevoelens. Ook als je dus merkt dat er heel veel lage energieën aanwezig zijn in de connectie. Werk daaraan. Je hoeft je niet ermee te verbinden. Probeer dat je toch wel hoog in je trilling, dus hoog in je vibratie zit. Het kan heel eenvoudig door gewoon op tijd te slapen, voldoende uit te rusten, goed te eten. Ik heb bijvoorbeeld iets met gluten waar ik heel erg op reageer. Dat weet ik. En ondanks dat eet ik ook gluten. Maar goed, ik weet wel wat ik daarna moet doen om dat allemaal weer lekker uit mijn systeem te krijgen. Reinig jezelf, cleans jezelf. Niet alleen maar energetisch, maar ook door te detoxen. Kijk ook even hoe je reageert op chemische producten of in aanwezigheid bij bepaalde mensen. Weet je, als je gewoon voelt dat je daar weg moet gaan, dan moet je daar ook gewoon weg gaan. Want dat is jouw cycli en jouw ritme en dat hoort bij jouw fijngevoeligheid om goed voor jezelf te zorgen. Ik hoop dat je hier iets aan hebt gehad en ik wens je een hele, hele mooie dag.